Waarom is het zo moeilijk om jongeren naar de stembus te krijgen? Van jongeren met een migratieachtergrond gaat naar verwachting 75% niet stemmen. Politieke partijen proberen bijna wanhopig om jongeren aan te spreken. De komende 20 weken zal ik volgen. Het is wel heel erg leuk om het eigenlijk om best goed vast te houden, niet ingewikkeld. Ja. Nou, we zijn hier in het Deltion College in Zwolle. Het liegen, ik bedoel, de campagnes zijn nu echt begonnen. Moet je wel een beetje voor... Ja, ja, moet je een beetje gaan trainen. Ja. Oké, nou, ik ga dit ook doen. Om jullie mee te nemen naar de verkiezingen. Ik ga het hier straks achter spreken en ik hoop dat heel veel mensen dan via de account gaan kijken. En om een stukje van mijn persoonlijk leven te laten zien. Goed. Erg gaaf. Nou, dankjewel. Ik ga de adviezen overnemen. Ja, Des. Yes. Jij bent jong, hè? Je bent even nadenken, 28, hè? Klopt. Ja, dus jij bent een van de jongeren die moeten naar de stembus moeten, maar dat is niet populair op dit moment. Werkt zoiets nou voor jou, dat al die politici aan het vloggen zijn? Nee, voor mij persoonlijk totaal niet. Nee. En het stukje waarom ik dat eigenlijk persoonlijk vind is, als het zeg maar neerkomt op 15 maart, de verkiezingen die eraan komen, begrijp ik dat campagne gevoerd moet worden. Maar het wordt de afgelopen tijd op zo'n commerciële manier gedaan. Mm. Dat het voor mij, één, ik krijg er bijna de rillingen van. Mm. En twee, we hebben echt met het volk te maken. Mensen van bloed, vlees. En ik kijk gewoon om me heen en heel realistisch. Ik ben er niet van overtuigd als ik 15e naar een stembus ga en maakt niet uit op wie ik stem, dat er voor de mensen waar ik het nu over heb, de minder bedeelden, dat zijn de mensen waar ik het over heb die dagelijks naar de voedselbank gaan. Mm-hmm. Dat zijn de mensen dat als je daar een tientje of 20 euro bij inkort, die er mm-hmm. echt last van hebben. Jongeren die op wachtlijsten staan, dat de woongroepen te lang zijn en noem het maar allemaal op. Yeah. Dan is het voor mij niet zozeer van overtuig mij om te gaan stemmen. Overtuig mij hoe ik veranderingen kan maken, zodat de Kamervragen neergelegd worden en daadwerkelijk er iets in de wet veranderd kan worden. Maar je hebt het eigenlijk, dit werkt voor jou helemaal niet, dat vloggen. En je hebt geen vertrouwen in de politiek, zeg je eigenlijk. Het is niet zozeer in de politiek, het is meer in de manier hoe het nu gebeurt. Okay. En ik ken ze zelf niet persoonlijk. Ik geef even naar Younes, want ja, dat vloggen, slaat dat bij jou aan, denk je van... Ze proberen nu gewoon mensen, wat zij zegt, ze zien iedereen gewoon als stemvee. Ja. Weet je wel? Dus maar jij bent een niet-stemmer, hè? Jij hebt nog nooit gestemd. Nee, maar ik geloof sowieso niet in de democratie, dus het heeft voor mij weinig zin om te stemmen. En waarom? Waarom? Waar geloof je dan wel in? Nou, in deze glas, dictatuur, deze tafel. Of, Nee, maar dat is altijd zo zwart-wit, hè? Dat als je niet in zwart gelooft, dan moet je wel in wit geloven, andersom. Waarom geloof jij niet in de democratie? Nou, een goed voorbeeld bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar een referendum dat nog kort geleden gehouden is over Oekraïne. Mm-hmm. Nou, het volk heeft gesproken, mm-hmm. ook al hebben ze natuurlijk heel hard hun best gedaan om veel stemlokalen, zeg maar, dicht te houden. Maar uiteindelijk was de opkomst, zeg maar, behaald en het volk heeft gesproken, maar uiteindelijk is daar niet naar geluisterd. We hebben ook nog een ander referendum. Ja, het was een adviserend referendum, hè? Ja, maar het gaat mij nou niet om het advies of geen advies. Het gaat er mij om dat het volk iets wil. Het volk heeft een bepaald gevoel. Maar je moet je en ook wel een beetje bij de feiten houden, natuurlijk. Nou ja, er is ook het nog was geen correctief referendum, ja, het was een adviserend referendum. Ja, adviserende. Ja, er is ook nog... Ik denk wel dat Younes iets heel belangrijks aansnijdt, want... Als ik naar de filmpjes kijk, wij zijn zelf de jongerenkieswijzer gestart. Ja. Om ook jongeren bewust te maken van, op basis van hun belevingswereld, 20-tal stellingen hebben we met alle nationale jongerenorganisaties zijn we dit gestart. Wat wij merken is dat heel veel jongeren de taal niet begrijpen die politici spreken. Dat politiek niet aansluit bij hun belevingswereld. En dat er ook echt wel een vertrouwensbreuk is. Dat zien we niet alleen bij jongeren, bij heel veel burgers. En ik denk dat je dit soort gelijken juist serieus moet nemen. Ja, nou, ik zal even een feitje erbij ingooien. 3/4 van de jongeren heeft geen vertrouwen in politici. Dat is gewoon cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daar word je toch beter, daar word je niet echt vrolijk van, denk ik. Dus... Nee, nou ja, ik kan me dat tot een bepaalde hoogte ook wel voorstellen. Maar op het moment dat je iets wil veranderen, dat je gehoord wil worden, doe je er misschien toch wel goed aan om wel te gaan stemmen. En misschien moet je het ook eens... Er zijn andere mogelijkheden om je stem tegenwoordig te laten horen. Nou, maar heeft dat enig effect dan? Heeft dat effect dan? Het heeft zeker effect, ja. Ja, noem eens een voorbeeld dan. Nou ja, als je via social media iets bespreekbaar wil maken en het krijgt op een gegeven moment aandacht en je zorgt ervoor dat er een hele grote draagvlak voor je is om een rechtszaak aan te spannen tegen iets, nou, dan heb je toch je doel bereikt. Noem eens een concreet voorbeeld. Ja, een handicapverbod bijvoorbeeld. Nou, dat wordt via social media wordt daar heel veel over gesproken. Daar is heel veel draagvlak maar goed, voor. Dat is, moslims maar, komen bij als elkaar. Als ik even op je in mag gaan, het niqab-verbod of de gezichtssluier verbieden. Nee. Dat is iets wat in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer nu erdoor is. Als het iets is waar jij tegen bent, dan zou je toch invloed uit kunnen oefenen door te stemmen? Nee, maar ik zie geen oplossing in de politiek. Ja. Ik zie daar gewoon geen oplossing in. Ik zie wel oplossingen in de rechtsgang. Dus bijvoorbeeld wanneer mijn moeder geen niqab meer mag dragen,
dat ik dan op een gegeven moment er een rechtszaak van maak. Omdat ik het toch discriminerend vind. Ja, maar de rechtspraak wordt ontwikkeld door de politiek. Maar ik weet niet of... Nee, ook door de rechters. Eerlijk gezegd weet ik niet of... De wetten worden gemaakt door de politiek, niet door de rechters. Maar die worden toch gecontroleerd door de rechters? Ja, maar ze worden toch gemaakt door de rechters, door de politiek. Dan moet je daar toch zijn. Nee, maar als ze gemaakt worden door de politiek en ik ben het niet mee eens, dan kan ik dat toch aan de rechters voorleggen. Ja, met all due respect, volgens mij moeten we ook helemaal niet bezig zijn met Younes willen overtuigen dat hij moet stemmen. Helemaal niet. Ik denk dat we ontzettend onderschatten dat de afgelopen jaren... ik vind dat de politiek de burger moet dienen. Er zijn nu 850.000 jongeren die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen. Dat zijn ongeveer 13 zetels. Vorige keer hebben 1 miljoen jongeren niet hun stem uitgebracht. Dat zijn 15 zetels. In totaal 28 zetels al. Ik denk dat als jij die hele massa weet te mobiliseren... dat de jongeren sowieso al een interessantere doelgroep worden voor de politici... Dat ten eerste. En ik vind ook dat we als burger veel meer moeten investeren in bewustzijn. En dat de politici de burger moeten vrezen tijdens de verkiezingen. Dus ik vind ook dat we daarom gebruik moeten maken van de stemrecht. Ja, maar ik moet eerlijk gezegd ook zeggen dat ik me er ook aan stoor. En dat is misschien link dat ik dat zeg. Maar jij praat een beetje vooroordeelbevestigend voor een hoop mensen. Als jij hier aan tafel zit en zegt dat je met de democratie niks hebt... Dan moet je er niet gek van opkijken. Dus heb je er niks mee. Dan moet je er niet gek van opkijken dat mensen ook niks met jou hebben. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Maar daardoor raak je wel geïsoleerd. Maar zolang we met respect met elkaar blijven omgaan, is er niks aan de hand, toch? Maar ik denk persoonlijk, dat is hetgene wat ik eigenlijk jammer vind. Ik hoor twee duidelijke verhalen, zeg maar. Hoe hij aangeeft waarom hij niet gaat stemmen. Persoonlijk, bepaalde dingen wat eruit komen, denk ik ook van... ja, hoe kan je dat helemaal zeggen? Waarom ik bewust zeg van, hé, ik stem niet. Omdat we echt over een achterban hebben wat niet normaal is, die niet stemt. En die achterban, dat geluid, ik probeer mezelf niet als een dwaas over te laten komen... van ik stem niet, want ik vertrouw. Dat is allemaal onzin. Democratie is helemaal niks mis mee. De manier hoe wij in Nederland zitten, ook niks mis mee. Het is een land waarvan wij willen dat we er trots op zijn. Maar waarom stem jij dan niet? Dat als je mij een andere vraag eerder gesteld... Als nu een oorlog ergens zou uitbreken en alle 18-jarigen zouden dienstplicht krijgen, hoeveel mannen, jongeren hier in het land zullen het leger ingaan? Wat is het stukje waarvan ik denk van waar we trots op kunnen zijn? Als ik kijk, waar moet ik trots zijn op een land waarbij ik denk van nogmaals dat de woongroepen van de jeugdzorg veel te lang zijn? Nee. Maar ga ik daar commentaar op blijven geven? Nee. Wat doe ik in mijn ondernemerschap? Ik zit dagelijks op kantoor met jongeren. Ik kan ervoor kiezen om mensen in dienst te nemen die HBO gestudeerd hebben. Maar goed, dat doe ik niet. Maar wacht even. Om juist hun te dienen. Maar jij twijfelt ook of je wil gaan stemmen. Maar juist toch als die punten die jij nu allemaal opnoemt... daar zou je toch invloed uit op kunnen oefenen met jouw stem? Je kan er invloed op uitoefenen, maar dat is slechts een heel klein onderdeel. En wat ik jammer vind voor politiek, is dat de 15 maart, de dag dat er verkiezingen zijn, helemaal massaal zijn we daarop gericht. Maar Peter is al zo lang met het programma bezig en bepaalde wetten die hij doorgevoerd wil krijgen, gebeurt ook niet. Dus dat betekent dat je echt aan de slag moet gaan hier in Nederland. Ja, bereik je dat dan door niks te doen? Nee, Mag ik jullie iets anders vragen dan? Wat ik juist aankaart, is dat ik aangeef dat hetgene wat jij doet, is jij... Geef niet alleen maar aan, de overheid moet er iets aan veranderen. Nee, je gaat er echt een programma op wenden. Jij doet er ook maar wat Peter, aan. Jij stemt daar ook toch? Maar daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Ja. Maar niet zitten en gewoon zeggen, nou, de overheid doet het niet. Dat gaat nergens over. Mag ik van jullie eens weten, wat vinden jullie van Geert Wilders? Ik vind het een hele grappige... ik vind het een goede vraag. Ik vind het een hele grappige gozer, een leuke VVD'er. Ik neem hem niet echt serieus. VVD'er? Nou ja, voor mij is het nooit echt een PVV'er geweest. Hij zat ooit in de VVD en hij speelt gewoon een heel leuk spelletje. Maar ja, hoe zou je het vinden als hij de grootste partij wordt? Dan zou hij hoe bedoel je, dat hij 76 zetels haalt? Nee, de grootste partij. Oké, en dan moet hij nog samenwerken met andere partijen, toch? Ja, ik vraag hoe je dat vindt. Vind je dat fijn? Prima, ja. Waarom niet? Ja. We hebben hier toch in Nederland gewoon rechters, of niet? We hebben hier toch een offensieve justitie. Vincent, we hebben jou nog helemaal niet gehoord. Ik wil even naar Vincent, want jij hebt ook een initiatief... om jongeren bewust te maken dat het nodig is om naar die stembus te gaan. Om ze aan te sporen. Dat heet MET 2017. Mm-hmm. Hoe luister jij hiernaar? Ja, het is wel een bekend geluid, zeg maar, wat zij zeggen. Maar hoe proberen jullie dan de jongeren te overtuigen? Nou, wij proberen... Laat ik het zo zeggen, ik...
Ik geloof persoonlijk gewoon in een heleboel dingen. Dat de samenleving, dat woord zegt wat het is. We leven samen en dat moeten we dus ook samen proberen te doen. Het systeem vormt zich wat mij betreft naar iedereen die erbij betrokken is. Dus als jij je onttrekt ervan, dan verandert het systeem nooit in jouw voordeel. Dat is hoe ik het zie. Mm-hmm. En als je dus iets wil veranderen, zoals zeg maar, zij denk ik allebei willen... Ja, dan ga je ergens betrokken moeten zijn. Anders dan gaat dat niet gebeuren. En overigens, wat jij zegt, vind ik wel waar. Je kunt ook iets doen zonder te stemmen natuurlijk... Dus daar ben ik het mee eens. Wij proberen vooral een boodschap uit te spreken die gaat over samenleven eigenlijk. Okay. En wij zijn wij maar hoe als groep. Doe je dat? Nou, wij zijn een groep uit de creatieve industrie en als dusdanig zijn wij ons heel erg bewust van hoe nieuwe media werkt, dus hoe algoritmen werken en dat soort dingen. En dat is ook denk ik. Iets wat je heel erg nu terugziet, jongeren zijn gewoon heel erg gewend nu om hun dagelijkse consumering van media bestaat uit dat wat ze heel erg leuk vinden. Ja, traditionele media is echt exactly. Als jij, maar politiek is geen Netflix, dus je kunt niet zeg maar denken dat als jij gewoon... Jij krijgt niet voorgeschoteld wat jij leuk vindt en daar mag je dan nog eens uitkiezen wat jij het allerleukst vindt. En als je er dan op klikt, gebeurt het ook direct. Zo werkt het niet en zo werkt gewoon de echte wereld op dit moment nog niet. Waarom zijn jullie zo gefocust op jongeren? Ik ben niet zo gefocust op jongeren, maar dat ben je wel aangewezen. Maar wacht even, ik wil een antwoord geven op wat jij vraagt. Waarom ik ben niet zo gefocust op jongeren, maar jongeren is wel een... altijd een goede insteek. En wij specifiek zijn toevallig gespecialiseerd in jongeren. Maar ik zit volgens mij nu bij een televisieprogramma. En televisie heeft als doelgroep voornamelijk ouderen. Ja. Dus in het kielzicht van dat wat wij zeggen... zijn er nog steeds heel veel ouderen die horen wat wij zeggen. Ik kan dat wel... Ik kan nog niks gezegd tot nu toe. Dus ik dacht, gaat even door. Ik kan dat wel uitleggen. In die zin is van... Ik gaf net al de aantallen aan. Van dat met name de jongeren geen gebruik maken van een stemrecht. Alleen we hebben wel gezien bijvoorbeeld wat er is gebeurd met de prestatie. Beurs heeft gewoon. Er worden heel veel beslissingen binnen de politiek genomen, wat ook een effect heeft op de jongeren zelf, soms op hun eigen ouders, waar zij zich helemaal niet bewust van zijn en onvoldoende ook hun eigen, nou hoe zeg je dat, recht in hen. De tweede is, als je naar heel veel stemwijzers kijkt, merk je dat het vooral op volwassenen is gericht. Dus wij hebben een jongeren kieswijzer gedaan, 20 stellingen, veel meer gericht op de belevingswereld van jongeren, plus uitleg, context waarom we die stelling hebben gekozen. En aan de hand van die kieswijzer hopen wij ze een stapje verder te brengen in mogelijke keuze die zij willen maken. Tegelijk hebben wij ook een landelijke campagne zijn we gestart van laat je stem horen en je hart spreken. Mm-hmm. Omdat we geloven dat je vooral ook vanuit je eigen principes een keuze moet maken. Niet zozeer dat wat politici even zeggen. En last but not least, we zijn ook met een actie bezig om op elke mbo, hbo en universiteit stemlokalen te laten openen. Want het is heel raar dat we ze wel op stations hebben. Ziekenhuizen, maar niet op scholen. Ja. Goed, en ik moet zeggen dat ik wel een beetje schrik van deze. De cijfers zijn al heftig. 75% van de jongeren heeft geen vertrouwen in politici. En dat jullie met al jullie verschillende redenen niet geloven in het stemmen. Weet je, ik ben 32, het baart mij wel zorgen. Maar het geldt toch ook voor heel veel volwassenen. Mensen zijn er gewoon helemaal klaar mee. Ja, die zien elke keer hetzelfde. Dus ze zien politici die beloftes maken. Ja, maar laat me uitspreken, alsjeblieft. Dus je ziet Facebook. Maar je ziet dus elke keer dat mensen, zeg maar, politici dus afspraken maken, beloftes maken. Nou, er wordt van alles en nog wat beloofd. Ja, uiteindelijk wordt er echt het tegenovergestelde gedaan. Je ziet wat zij zegt, mensen in de rij bij een voedselbank. Je ziet dat Nederlanders letterlijk uit hun huizen worden getrapt. Je ziet dat het alleen maar slecht is. Ongelooflijk te generaliseren. Nee, het beeld wat je nu van Nederland schetst, klopt helemaal niet. Maar jij als achterbuurman van in het meest welvarende land van de wereld. Wel niet door elkaar praten. Weet je waarom ik toch heel graag vind dat ik moet spreken en me totaal niet geïntimideerd moet laten voelen? Ik represent deze 75 jongeren. Zijn het dan dwazen? Zijn het dan jongeren die geen leven hebben, geen passie hebben? Ik ben een meid, ik weet precies wat ik wil. Ik heb een visie. Ik zit dagelijks op kantoor met jongeren die geen school, niet aangenomen bij school worden, geen werk kunnen vinden. Ja, jij bent heel betrokken en geëngageerd. Juist in het opererend erin. Maar ben je niet een beetje overgehaald? Hoe dan het idee, zeg maar, als ik dan erover heb, dat je bijna boos wordt. Dat ik denk van, is toch niks aan de hand? Jij gaat wel stemmen, ik ga niet stemmen. Je hebt je duidelijk reden daarvoor. Straks ga jij naar huis, Peter. En ik heb nogmaals helemaal niks daarover te zeggen. Maar ik kom uit een hele andere omgeving zometeen waar jij naartoe rijdt. Maar ik zeg de dingen die ik jou zie doen met het programma over internetpesters, et cetera. Ik zie jou echt dingen doen. Waarvan ik vind dat hij wel misschien moet je ook eens wat gaan doen. Maar ik doe ook echt wel. Ik sta elke dag op. Maar weet je wat het verschil is? Jij bent Peter R. de Vries.
Vries. Ik ben ja, en denk je dat ik dat vanzelf ben geworden? Dat dat zomaar is gebeurd? Dat ik daar niks voor heb hoeven doen? Ik ook werk. Maar jouw werk is misschien anders. Maar jongens, wacht even. Stop, stop. We gaan nu allemaal door elkaar. Maar Des, iets mag zeggen. Des, ik heb jou net geïntroduceerd als iemand die... Je hoeft je helemaal niet geïntimideerd te voelen. Absoluut niet. Het is nergens voor nodig. Ik heb je geïntroduceerd als iemand die geëngageerd is. Jij zet je ontzettend in voor jongeren. Maar ben je niet enigszins getriggerd nu door Chamiel en door Vincent en Peter van... Ik ga toch stemmen. Maar waarom? Dat is het stukje wat ik probeer uit te leggen. Nee, als ik op met die stem, je moet toch alles doen wat je doet? Oké, dit is waarom. Ik heb jou namelijk... net voordat dit hele ding begon, zei ik ook tegen jou... Volgens mij heb ik je een keer gezien in een filmpje. En ik vond het heel inspirerend wat je toen zei. Ik heb dat ook toen, in ieder geval op mijn persoonlijk ook gedeeld en alle dingen. En ik denk dat we mensen als jij, zeg maar, nodig hebben aan, tussen aanhalingstekens, het front. En dat jij dus niet, zeg maar, te veel in jouw eigen omgeving alleen maar operatief moet blijven. Want ik denk dat we juist geluiden van mensen die weten wat het is om daar te zijn... Die hebben we daar nodig waar het gevecht echt plaatsvindt. Oké. De realiteit is gewoon anders. Maar het spijt me, ik moet het hierbij laten. Het spijt me, ik hoop dat we nog iets van linkjes kunnen leggen en dialogen kunnen houden en elkaar hebben geïnspireerd. Goed, dank je.